Ja, en nu heb ik ook een QR-code-extensie ontdekt waarmee je een QR-code kunt maken van een locatie op Google Maps. Ik zit nu in Internet Explorer en ik toets bij Google Maps in Sambo-ICT. En kijk eens aan, onze organisatie wordt keurig gevonden in Woerden met de bijbehorende informatie. Zou het niet mooi zijn als je hier een QR-code van zou kunnen maken? Nou, in Explorer heb je deze mogelijkheden: afdrukken, verzenden en een link maken. Maar ga je nu naar Google Maps in Google Chrome en installeer je de QR Maps extensie, dan krijg je er een knopje bij. Die zie je hier. Dus ook nu ga ik hetzelfde intoetsen, Sambo ICT. Ik zit in Woerden gelijk. Nou, je ziet de informatie erin. En als ik nu op dit knopje klik, krijg ik een QR-code die alle informatie bevat voor deze locatie. Nou, dan is het een kwestie van even inscannen met je mobieltje en je hebt alle informatie voorhanden. Ik kan deze image decoderen en dan krijg ik alles te zien wat het mobieltje nodig heeft om naar de juiste locatie te gaan. Is dat mooi of is dat niet mooi?